Ja, goedemiddag allemaal, lieve kindertjes, lieve kijkers en lieve sloepvaarders. Ik heb een hele tocht er al op zitten uit Spanje. Dat is helemaal die kant op. En in Spanje, daar schijnt de zon. En in Nederland, daar scheen de zon. En na die hele tocht, die bittere tocht, in een wat kleinere boot dit jaar, want ja, ook Sint moet op de kleintjes letten, hebben we bijna Verschuur Watersport bereikt. Een aantal lieve kinderen heeft gevraagd of ik een keer kon kijken bij Verschuur Watersport hoe het er in Nederland aan toe gaat met al die boten en pakjesboten. Nou, we zijn er nu bijna en Sint is natuurlijk heel benieuwd hoe Verschuur Watersport in Rijnsaterwoude is. En Sint is er bijna. En er zijn een paar verschilletjes al tussen Spanje en tussen Nederland. In Spanje hebben we het altijd over een staf. En in Nederland noemen we zoiets gewoon een pikhaak. Dus vandaar deze pikhaak. Nou, Sint gaat snel een tocht leggen naar de laatste loodjes van deze tocht. Sint. Sint. En Piet. Kijk snel. Nou ja, dat is goed. Ja, we zien natuurlijk heel veel boten hier al bij het pand van Verschuur Watersport in Nederland staan. En het is natuurlijk verschrikkelijk koud hier, want in het warme Spanje, ja, daar zijn er meer bikinis. En hier is het allemaal koud en hebben mensen winterjassen aan. Maar als we hier op de dijk staan, we zien hier boten, er komt daar een boot aanrijden. Dus ik ben heel benieuwd wat voor boten ze hier dan hebben die ze in Spanje niet hebben. Laten we even binnen in de showroom gaan kijken naar wat Verschuur Watersport allemaal aan boten heeft. Wat het al heel grappig maakt is dat we in Spanje hele andere boot hebben dan hier in Nederland. Hier zien we heel veel sloepen en heel veel tenders. En een tender is eigenlijk een snelvarende sloep. En een sloep is gewoon een sloep. Ja, en nu zijn we in de showroom van Verschuur Watersport. En het... En ja, we zien hier al een heel groot aanbod aan boten en inderdaad sloepen en tenders, variërend van een meter of 5 tot straks maar liefst een meter of 13. En ik zie dat Hulp Sint hier ook al geweest is, want we zien daar een pakjesboot. Niet de pakjesboot, maar een pakjesboot. En we zien eigenlijk heel veel boten hier. Heel veel cadeautjes. Heel veel snoepgoed. En in de basis heb je eigenlijk twee soorten boten hier liggen. Dat zijn boten van aluminium en boten van polyester. Allebei onderhoudsarm en allebei varen ze heel erg fijn. Ja, en je kunt, Sint heeft natuurlijk heel veel geld in Spanje. Heel veel geld, maar Sint kan niet van die hele dure pakketjes kopen. Dus wat Sint dan doet, is advies geven. En wat kost een boot daar eigenlijk? Nou ja, er zijn boten vanaf 5.000 euro
tot en met ongeveer 400.000 euro in het assortiment van Verschuur Watersport. En ondanks dat Sint heel veel lieve kindertjes en heel veel lieve kijkers heeft van Sloepend en de Videoblog, kan Sint niet al die bootjes cadeau geven. Dan is de bankrekening van Sint zo leeg. Maar een beetje een leuke boot begint vanaf 10, 20, 1000 euro. Dan heb je al complete sloep. Tot zo gek het maar zijn kan. En je vraagt je natuurlijk af hoeveel zitplaatsen zo'n boot nou heeft. Zo'n pakjesboot. Hier kunnen toch maar liefst 6 pieten in. 6 pieten in. Plus Sint. Stuurboord. Perfect. Pepernoot. Vooruit, achteruit. Ja, of zo'n ruime waterspoor 717. Daar kunnen zeker 10 pietjes in. En heel veel pepernootjes. Ja, en Sint heeft zich laten vertellen dat al die boten bouwen heel veel werk is. Dus we gaan eens even kijken hoe dat eraan toe gaat. In de werkplaats. Kijk. Hey Pieter. Hallo. Hallo Pieten. Hallo Pieten. Hallo, gaat het allemaal goed hier? Ja hoor. Oké. Ja hoor. Nou. En zo zie je maar weer dat aan boten werken heel veel werk is. We hebben gelukkig heel veel pieten. We hebben antifoulingpieten, veegpieten, roetveegpieten, heftruckpieten, monteurpieten, föhnpieten en nietspieten. Ja, en zo zie je maar weer dat dingen in Nederland toch echt wel heel anders gaan dan in Spanje. En Sinterklaas is heel erg verbaasd over de hoeveelheid boten en werk wat Verschuur Watersport in haar toko heeft. Sint gaat verder met pakjes verdelen en wie weet loop ik wel over jouw dak heen binnenkort. Maar ik ga voorzichtig doen dit jaar. Fijn weekend en tot 5 december.